Ik spreek als eerste met Joost Buntsma, directeur van STOA en de gastheer ook van vandaag. Joost werkte eerder bij twee provincies, bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bij Rijkswaterstaat. En sinds 2013 is hij directeur van STOA. Van harte welkom. Dat is 50 jaar STOA, dat is toch een heel erg leuk feestje. Wat doet dat met je? Nou, wel een heleboel, want ik ben eigenlijk wel een klein beetje trots hoor, zal ik je zeggen. STOA is 50 jaar geleden opgericht. Als kennis- en innovatieorganisatie van waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat voor het regionale waterbeheer. En we hebben al 50 jaar het vertrouwen van die achterban gekregen om samen kennis te ontwikkelen. Kennis ontwikkelen we met universiteiten, adviesbureaus en met de kennisinstellingen die Nederland rijk is. En we werken eigenlijk met alle kennisinstellingen samen. En dat is eigenlijk best wel iets om trots op te zijn, dat je echt 50 jaar dat vertrouwen krijgt. Dus absoluut reden voor een feestje. Voor een feestje. En het thema van de campagne is de kracht van kennis. Waarom is dat zo belangrijk? Kennis is belangrijk omdat kennis zorgt voor de onderbouwing voor beleid en beheer. De maatschappij vraagt in toenemende mate om maatregelen om problemen op te lossen. Het lijkt wel alsof de maatschappij steeds minder rust daarin heeft. En het moet allemaal vandaag en morgen opgelost worden. En kennis is daarvoor absoluut noodzakelijk. Innovatie hoort daar nadrukkelijk bij. Einstein heeft ooit eens gezegd: als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Als je al deze problemen op wil lossen binnen de gestelde tijd die de maatschappij aan jou vraagt en de politiek, dan hoe wil je dat dan alsjeblieft doen zonder dat je kennis ontwikkelt? Dus dat moet. Dat kan eigenlijk niet zonder. Nee, inderdaad. Laten we eens even luisteren wat Luc Kozik, de voorzitter van jullie bestuur, te zeggen heeft over de kracht van kennis. STOA bestaat 50 jaar. En dat is een kracht op zich. Maar waar komt die kracht nou vandaan? Dat is de kracht van kennis. En die kennis heeft de waterschappen de afgelopen 50 jaar geholpen. Maar die gaat ons ook de komende 50 jaar helpen. En misschien nog wel meer dan in het verleden. En waarom? Het klimaat verandert, de maatschappij verandert in een rap tempo en de waterschappen moeten daarop inspelen. En zonder kennis en zonder voortdurend innovatie en innoveren zal dat niet lukken, dat goed inspelen. En daarom neemt het belang van STOA toe en neemt het belang van kennis toe om dat naar de praktijk te brengen. Ja, wat we Luc net horen zeggen, het belang van STOA neemt eigenlijk alleen maar toe. Wat betekent dat concreet voor STOA? Nou kijk, Luc weet vanuit zijn verschillende posities die hij bekleed heeft, vanaf de Delta-dienst tot de dijkgraafpositie die hij nu heeft. Ik denk als geen ander dat kennis absoluut noodzakelijk is en van toegevoegde waarde is. En dat plaatsend in de context van maatschappij en bestuur. Hij benadrukt ook nadrukkelijk dat de STOA is 50 jaar geleden opgericht als organisatie om kennis te ontwikkelen op het gebied van waterkwaliteit. Het water stond ons toen figuurlijk gezien nadrukkelijk aan de lippen. En het was geen schoon water, want er dreven dode vissen in de grachten. En je kon er zeker niet zwemmen. Dat herinner ik me ook nog wel uit mijn jeugd. Dat je bepaalde, de gracht al helemaal niet, maar in de Vecht of zo, dat kon gewoon niet. Dus er is al heel veel veranderd. Er is nadrukkelijk heel veel veranderd, maar nog steeds kampen we met een waterkwaliteitsprobleem. En nu werken we niet alleen aan waterkwaliteit, maar we werken ook aan waterveiligheid. We werken ook aan de circulaire economie, aan de adaptatie aan het klimaat, aan de energietransitie. En dat grijpt ook nog allemaal eens een keertje in elkaar. En dat is denk ik een hele grote opgave voor de waterbeheerders, voor waterschappen, provincies en het Rijk. En eigenlijk denk ik dat we het binnen het waterbeheer nog nooit zo druk hebben gehad. Ja, de toekomst wellicht ook. Hè? Want jullie zijn een kenniscentrum, maar jullie doen meer dan alleen maar technische vragen beantwoorden, toch?
Nou, wel, de nadruk ligt daar wel op, hoor. Maar we kijken ook steeds meer naar hoe die techniek moet landen in de bestuurlijke context. Dus je kijkt ook naar governance-aspecten, je kijkt naar wetgeving, juridische aspecten. Dat is er de afgelopen tijd wel nadrukkelijk bijgekomen. Ja. Ja. Nou is er nog een ander bestuurslid, dijkgraaf Geert-Jan ten Brink. En die zegt het volgende over verbinden en de toekomst. Waterschappen die moeten voortdurend innoveren. Dat hoef ik u niet te vertellen, dat weten we allemaal. En wat is er dan mooi dat er een organisatie is die ons daarbij helpt, namelijk STOA. En ik vroeg me af, zo'n 50 jaar STOA, van hoe komt dat nou eigenlijk dat wij eigenlijk met z'n allen zeggen STOA 50 jaar jong en op naar de volgende 50 jaar. Dat heeft alles te maken met de verbindende kracht van STOA. STOA is onafhankelijk en vraaggestuurd. Dat betekent dat het STOA zelf geen belang heeft bij het type onderzoek, maar goed luistert naar de waterschappen. En onze programmacommissies van de waterschappen, die bepalen welke onderzoeken we gaan doen. Zodat we de vraag die we hebben als waterbeheerders kunnen koppelen aan de kennis van morgen. En dat maakt dat STOA echt 50 jaar jong is. En samen met de waterschappen we gewoon een geweldige toekomst hebben die we met z'n allen samen tegemoet gaan. Het zijn mooie woorden van Geert-Jan. Verbindende kracht, onafhankelijk. Wat ik ook interessant vind, dat vraaggestuurd onderzoek doen. En STOA is gewoon 50 jaar jong. Ja, het is wel goed, denk ik, dat Geert-Jan juist dat vraaggestuurde en dat onafhankelijke benoemt. Dat onafhankelijk, omdat we geen enkel belang hebben. En wat wij, de kennis die wij ontwikkelen, die moet ook echt gewoon niet ter discussie staan. Heeft dat tot op heden ook nog niet, hoor. Dat vraaggestuurd, dat is eigenlijk wel de kernwaarde van ons. Wij moeten kennis leveren waar de waterbeheerders om vragen. En die verbinding die zit er vooral in dat wij niet alleen de kennisvragers, de waterbeheerders, met elkaar verbinden, maar die ook verbinden nadrukkelijk met de kennisaanbieders. En dat doen we op allerlei verschillende manieren. 50 jaar jong zeker. Als ik in het buitenland kom en ik vertel hoe wij als STOA georganiseerd zijn en gefinancierd worden, dan is iedereen daar stinkend jaloers op. Hebben ze in het buitenland niet, bedoel je dat? Nou, ze hebben wel vergelijkbare organisaties, maar dan gekoppeld aan de manier van financieren. En dat heeft ook te maken met dat vertrouwen. Dat er een reguliere jaarlijkse bijdrage is, dat is zeker niet gewoon in het buitenland. En dat maakt dat wij niet alleen projecten kunnen doen, maar wij kunnen ook meerjarige programma's doen. Omdat die financiering gewoon geregeld is. En gewoon, je moet het wel elke keer bewijzen, maar ik vind dat een zeer grote waarde. Wat ik zeg, dat hebben we 50 jaar voor gewerkt. Dus daar zijn we best trots op. Nou, in een land als Nederland is het ook gewoon heel erg belangrijk, lijkt mij. Het water. Ik bedoel, niet voor niets dat we een koning hebben die dat heel erg altijd in zijn portefeuille had. Als ik maar zo kan zeggen. En nu hebben we natuurlijk de campagne en dit feestelijke jaar. Dit is nog maar het begin. Wat verwacht jij ervan? Ik ben wel verwachtingsvol en heel nieuwsgierig. Vooral ook om te zien hoe onze achterban hierop reageert. Want dat is niet een normale manier van presenteren van ons. We zijn eigenlijk wel een klein beetje bescheiden. Neerzetten STOA de kracht van kennis. Ik ben wel benieuwd hoe men daarop reageert. Er komt natuurlijk uiteraard nog een feestelijke bijeenkomst, 15 september. Het moet een klein beetje hoogtepunt worden. We krijgen nog een Young Talent Day. En daaromheen organiseren we toch wat bijeenkomsten waaronder ze toch nog eens eventjes nadrukkelijk profileren. Nou, dat lijkt me ook meer dan terecht. Dus je mag daar best inderdaad wel trots op zijn. Hartstikke leuk dat je er bent, Joost Bensma. En